Doe even een duimpje omhoog als jouw papa of jouw man ook snurkt. Oh. Wat gaan jullie nu doen? Dankjewel alle lieve fanaccounts. We genieten heel erg van jullie leuke mooie posts. Ja, dat is en aan het eind van het enge droom kwam er een ijsbar. Oh, nou. Ga dan maar eventjes lekker dromen over de leuke ijsbar. Want het is nog heel vroeg. Kijk. En jij ook nog slapen? Ik ga nog even slapen. Je zusje die slaapt ook nog. Zie je dat? Ja. Ga dan maar even slapen. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En ik praat een beetje zachtjes. Want vandaag nemen we voor jullie een ochtendroutine op vakantie. Jullie hebben toen straks gezien dat het heel vroeg was. Dat Lux zich wakker werd voor voeding. Luan die had een enge droom gehad, dus die werd ook wakker. Dus Luxie heb ik toen straks gevoeld. Slapen, dus die is bij mij in bed gekropen. Daniel, die was aan het snurken, dus ik kon daar niet van slapen. Dus die is in een andere kamer verder gaan slapen. En zo hebben we toch nog een beetje uitgeslapen. Tot 8 uur. Heb je lekker geslapen? Lekker geslapen? Je slaapt heel lekker. Gedroomd over leuke dingen? Ja. En wie ligt er naast jou? Ligt daar. Kijk. Leon is weer in slaap gevallen. Op de plek van papa. Heel zachtjes. Hier kraakt het. Dit stukje kraakt altijd. Daar ligt Lucilla. Lucilla wilde gisteravond met haar zwembroekje aan slapen. Dus als jullie denken, waarom heeft ze de zwembroek aan? Dat wou ze graag, dus ja. Dat is Luxie. Vanochtend zagen jullie de maan aan de andere kant en de zon opkomen aan deze kant. En inmiddels is het al licht buiten. Daar bij de zon. En prachtig uitzicht. En dan lopen we hier de badkamer door. Van de dennenbomen die daar staan. Echt prachtig. Kindjes nog even lekker slapen. Zullen nog even lekker slapen. Papa die wordt zo wakker.
En dan gaan we lekker een ontbijtje eten. De grote papareus. Wel dat de kinderen wakker werden. En dat door het gesnurk ik nu kon slapen en je daar meer ligt. Mm-hmm. Want dan hebben we nou een grote papa snurkbeer. Doe even een duimpje omhoog. Als jouw papa of jouw man ook snurkt. Hey! Wie hebben we daar? Luan die ligt bij mama in bed. Want Luan die had een droompje gehad. Dus die is vanochtend bij mama in bed gekropen. En toen kon papa niet slapen, mama niet slapen van het gesnurk van papa. Dus toen is papa hier gekropen. En Luxie ligt ook bij mama in bed. Zullen we gaan kijken? Daar. Ja. Nou, maar even lekker knuffelen. Maar even lekker knuffelen. Oh, Lucilla. Oh, die Lucilla. Oh ja, dat is je haar. Luxie pakt ook altijd haar. Wat doet het zusje nou? Oh, en Luan, die slaapt hier nog lekker verder. Met een mooie bollo-tattoo. Doe hem nog maar even lekker verder, hè? Dit zijn de klerenkasten. Is de klerenkast van de kinderen? Eerst even kijken over Luxie. En even kijken. Een wit rompertje hebben we hier. En doen we even een dit jurkje erbij. Dat is voor Luxie. En voor Lucilla. Dit leuke bloemenjurkje. En een onderbroekje. En voor Luan. Nou, oh, zijn korte broeken zijn op, zie ik. Het is het fijne dat je kan wassen op vakantie. Als dan de kleren op zijn, dan kan je ze in de was doen. En als het goed is, heeft Daniel de was gedaan. Kijk, hier de was. En dan gaan we even kijken waar hier Luan, een broek van Luan hangt. Even kijken. Dit is trouwens allemaal weer lekker schoon. Dus dat kan zo mee naar Nederland en weer lekker de kast in. We hebben hier een broek. En we hebben hier een hempie. Nou, dit is voor Luan. En we hebben hier natuurlijk ook Woezel en Pipje. Die heb ik net uit de beentje gehaald. Hey, Woezel Pipje. Hey. Hallo. Hebben jullie lekker geslapen? Wat hebben jullie hier? Wat hebben jullie hier? Oh, niks. Ja, dat is goed, schatje. Ik heb je jurkje op het bed gelegd. En kijk eens wie hierbij is komen liggen. Hier bij papa. Mijn grote zoon. Hier mijn klepen, Luxie. Ik zie. Kijk eens wat een mooie bloemetjes jurk. Ritje dicht. Achterkant. Deze is wel een beetje lang. Een hele lange jurk. Dat vind je juist mooi, hè? Deze niet helemaal op de grond. En niet helemaal op de grond, hè? Tot je enkels. Ja, tot mijn enkels. Nou, dus jullie heeft het jurkje aan. Wat ga je dan doen? Mijn haarkammen. Je haarkammen. Hier gelegd. Ook deze op toe. Ook bloemetjes? Ja. Oké. Okay. Ook gel. Ook een beetje gel? Ja. Doe maar niet die gel, doe maar deze van mama. Dan gaat je haar zo vies worden. Doe maar deze gel van mama. Oké. Okay. Wit. Ja. En voor jongens geel. Voor jongens, ja. Het ruikt zo lekker. Ja, mama's gel ruikt lekker, hè? Ja. Ook jongens gel. Jongen gel ook? Ze noemt dat de jongens- en meisjes gel. Omdat Daniel altijd die gel gebruikt. En Luan. En ik altijd die gel. Die. En dan heb ik die gel. Ja, dat is ook jouw gel. Ja. En ik zie ook een beetje gel. En Luxie, ja, maar die doen niet haartjes. Als haartjes groeien, hè? Ja, maar wel een klein beetje. Ja, ze heeft heel klein ook beetje. Heel klein beetje gelister. Ja. En ik heb heel klein beetje voor Luxia gedaan. Echt waar? Echt, dat wist mama helemaal niet. Je bent zo'n lieve grote zus. Wauw, wat zie je er weer mooi uit vandaag. Gaan we eens even kijken, want volgens mij is Luan ook wakker. Ik hoor daar een grote broer. Kijk eens. Ik ben heel mooi. Goedemorgen, jongen. Dat is mijn prinses. Goedemorgen. Oké. Het is papa en broer. Het is een papa en broer. Ja. Oh. Het is papa en broer.
Oh. Ik kom eraan, schatje. Dit is zo schattig. Nou, Luan die kleedt zich ook aan. Kijk, dan gaat hij hierop staan. En dan kan hij erbij. Ze zijn gesmolten bijna. Ja. Tandpasta ligt daar. Tandpasta is op. Zie je? Wil je even helpen? Dan moet je om het eind trekken. Zo. Ja. Nu zullen ook nog even tanden poetsen. Nee, roosje. Zo. Niet roosje. Want anders zegt ze allemaal van kom eens. Huh? Waarom heb je een roosje? Ben je vandaag een roosje? Ja. Oh. Nou, roosje die poetst ook nog even de tanden. Net zo. Nou, jullie zijn klaar voor de dag, hè? Jullie zijn er helemaal klaar voor. Oh, Luan, je moet je haren nog kammen, jongen. Ik wil mooi naar beneden kijken. Ja, je kunt hier wel heel leuk naar beneden kijken, hè? Kom, even je haren kammen, jongen. Dan gaan we naar beneden. En dan gaan we altijd eventjes de puppy's knuffelen, hè? De hondjes, er zijn geen puppy's meer, maar... Goedemorgen, lieve hondjes. Maar van mij mogen ze nog lang lekker puppy's. Ja, dat is ook zo, hè. En Woesel wil weer het kleedje, maar daar ligt Lucilla nou op, hè, Woes? Ja, wat moet je nou doen? Oh, Woesel pakt altijd 's ochtends het kleedje. Morgen, Pippi. Een schatje. Hij weet het niet. Een schatje. Dus als jullie comments even vragen, wij weten het ook niet. Nee, ze zullen het weten in de comments. Waarom pakt hij dat kleedje iedere ochtend? Laat maar weten. Ja, is dat dikke haar knuffel? Dat kan. Zijn knuffeltje, ja. Mama. Is dat jouw knuffeltje, de deken? Mama. Ja, liefie. Wat zeg je? Wil Pip met jou knuffelen op de bank? Dat mag wel. Ja. Dat mag wel. Luan die gaat even de gordijnen open doen. Dat vindt Luan altijd een heel leuk klusje. Kijk, tot daar. Ja. Kijk eens. Tada. Nee, helemaal open. Dan stopt papa zijn hoofd. Nou, Lucilla doet even de riempjes om bij de honden. Goed zo. Zo, nou. De krokjes even aan. Ja, andere. Zo. Goed zo. Zo, Luan ook de krokjes even aan. Wat gaan jullie nu doen? Even de puppy's uitlaten. Lucilla is even aan het stofzuigen. Hoe ben je aan het stofzuigen? Dit is een kruimeldief. Luan die heeft net de tafel gedekt, de placemat erom neergelegd. En dit is ons lekkere broodontbijtje. Er zitten lekkere bolletjes in. Hier zitten ook lekkere bolletjes in. Heerlijk. We hebben nog aardbeien en druifjes. Aardbeien en druifjes hebben we nog lekker voor het ontbijtje. En appelsapje voor Luan. En Lucilla die wil melk. En de melk die stond al op tafel. Dat is de melk. Boter, kaas en kipfilet. Dat is dit. Dat zetten we ook op tafel. En uit Nederland hebben we de welbekende hagelslag meegenomen. Die kan natuurlijk niet missen op vakantie. En de gekleurde hagelslag. En de eerste moet je die altijd doen. Luan zet Netflix even op. Dat is Engels. En niet alles is Nederlands op deze Netflix. Dus ze zoeken altijd even op wat nou precies Nederlands is. De babybaas? Ja. Nou, gaan jullie eventjes Bos Baby kijken? Zullen ze zitten make-up in met mijn make-upjes? Prachtig setje. Lipstipje. Ja, dat zit hier. Mijn labello. Kijk eens. Labello. Ja, mijn labello.
Nou, we zullen even een bellootje opdoen. Mijn bellootje, dat is lippenstift. Lippenstift. Mooi. Nou, mama gaat ook even boven aankleden. Kom mama zo weer beneden, goed? Jullie eventjes op de bank televisie kijken. En hoe is het hierboven? Ah, papa die is nog met Luxie aan het knuffelen. En mijn Luxie heeft ook een mooi jurkje. Oh, wat mooi. Mooie prinses. Zo'n leuntje. Zo'n jurkje. Oh ja. Yeah. Dat was leuk, je hebt wel lang geknuffeld. Papa is een nettie. Papa is toch. Dan ga ik mama kleden. Dan kunnen we geen genoeg van elkaar samen knuffelen. Oh, ben je verstoppen? Kiekeboe. Kijk eens naar de kiekeboe. Oh, wat is Luxie nou? Kiekeboe. Nou, we hebben een ander wat zien. Ik ben inmiddels ook aangekleed en ik ga heel even lekker een kopje koffie zetten. Ik had hier al wat in gedaan. Zo. Zo, potje eronder, knopje aan en een kopje thee. Luxie, 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 Luxie zit hier in, in het stoeltje. Zit ze te kijken naar de televisie, naar de kinderen. Hé, hey, dat is een lekker stoeltje. Dat is een lekker stoeltje. Ja, dat is een lekker stoeltje. Ja. Je bent zo lekker, Peppek. Je bent zo lekker. Terwijl we nog even wachten tot de koffie pruttelt, zijn Daan en ik even onze social media aan het doen. De vlog delen, ja. In de vlog in Instagram zetten. Kijk, ik heb net de vlog. Zet ik hier nu net even op oké drukken. Oké. Okay. Ook op oké drukken. Delen. Nou, deze heb ik net online gezet. Dat is de eerste vakantievlog. En onze vakantie is nu bijna... alweer afgelopen, maar deze vlog staat nu online en altijd weer leuk om even terug te kijken. Ja, heel leuk. En we gaan natuurlijk even wat leuke. Oh, 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 oh. En even wat leuke lieve fanarts van jullie bekijken. En wat hartjes uitdelen. Super lief. Dankjewel alle lieve fanaccounts. We genieten heel erg van jullie leuke mooie post. Ja, hè? Kijk. Dat is mooi, hè? Kijk eens, papa. Een lekker kopje. Koffie. Alsjeblieft. Als deze is afgelopen, komen jullie dan lekker ontbijten? Ja. Goed zo. Is het lekker, Luxie? Luxie die is alvast begonnen met de tafel. Die eet alvast de tafel even op. Moet je daarom lachen? Moet je daarom lachen? Lekker toetje. Hm? Ja. Nou, en ik heb dus ook de vlog in mijn Instagram gedeeld. Maar elke dag zijn vandaag weer 88 nieuwe fanarts bijgekomen. Laat eens kijken. Zo bedanken daarvoor. Dat is echt ontelbaar. Het zijn allemaal fanarts van jullie. Vandaag super weer 88 lief. Nieuwe. 88 nieuwe fanarts? Ja, vandaag weer. Wauw. Dus lieve fans, dank jullie wel. Graag willen we reageren onder elke mooie creatieve Bellingham fanart. Maar dat is helaas niet te doen, maar we zien ze allemaal. We vinden het echt super. En we houden voor onze Bellingham fans voor nou en always. Ja, super lief allemaal, dank je wel. Ongelooflijk, hè? Ja. En ook echt hele mooie. Heel mooi. Is dat niet lekker? Ik zie die eet de tafel op. Wil je melk? Ja. Oh, ja, dat is lekker. Lekker op de knabbel. Kijk, ik druk in de beton, dat stop. Zo? Ja. Ik druk in het mes toch? Als ik naar een glas kijk, dan ben je gek. Grappig, hè? Ja. En dan nu is het brood van binnen weggedrukt of? Wauw, goed doorgesneden. Zo, mama. Mam, kijk hoe netjes. Keurig. Ja, het is groot voor deze dag. Schermen is nog heel veel plezier. Nou, moet ik dat zeggen? Ja, zeker. Nou, jullie horen het. We hebben net het ontbijt op.
En mijn liefste pakt altijd de vaatwasser zo mooi in. Ochtendroutine. Ja. Dat kun je normaal nooit zien. Ja. Nee, maar dat is wel zo. Ik doe vaak de tafel dekken. En papa die dekt hem weer af. Nou, koffie even opbrengen. En dan kan de vaatwasser aan. En de kinderen die kijken daar nog even. Bos baby. En dit is vaak het moment dat we ook de vlog van de dag openen. Maar vandaag sluiten we hem bij deze wel af. Want we gaan zo meteen nog even lekker een beetje spelen in het zwembad. En een beetje lekkere keutelen op deze vakantiedag. Niet heel veel op de planning. En jullie hebben de hele ochtendroutine vlog alweer gezien. Dus wij spelen nog even hierdoor. Of camera, zegt Daniel dan. Of camera. Of camera. Hoort er ook bij. Vond je dit weer een leuke video, een leuke ochtendroutine, een herkenbare ochtendroutine? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op ons belletje klikken. En morgen weer kijken, want morgen hebben we onze... impactdag. Laatste vakantiedag. En dan is het weer... Dan gaan we de nachtje rijden naar Hang. Yeah. I drive a thousand miles to be with you tonight. Moet ik er niet aan denken. We zien jullie morgen weer. Doeg!